Hoekschop Heerenveen, 12e minuut. En dichtbij Reza. De kopmogelijkheid en daar het schot vervolgens Kobayashi over. Waaibek met Woudenberg in zijn rug. Doorkoppen, Piri en Labiat wint. Ziet dan Dessers, moet in één keer. Dessers tegendraads geschoten, dat snap ik dan ook wel weer. Kobayashi. Schaars, Torsby. Ingreep is van Doenits. Schaars neemt hem heel snel. Woudenberg. En de goal is daar, maar... Die bal is nog niet vrijgegeven. Mulder stond nog gebogen om een lijntje te trekken. Schaars. Kan het wel, bal van richting veranderen en dan valt hij alsnog binnen. En komt Heerenveen op een 1-0 voorsprong door de vrije trap van Schaars. Maar daar in de muur is de bal van richting veranderd, waardoor Jensen gezien is. Deze vrije trap, zo kort na de succesvolle vrije trap van Heerenveen, is deze van Ayoub niet minder succesvol. Er zit een minuutje of twee tussen twee vrije trappen. En dat Schaars hem aan de ene kant wist binnen te krijgen, is het nu aan de andere kant Ayoub die doeltreffend is. Torsby, Kobayashi, mooi hakkie. In één keer de Ødegaard dan. Het schot is niet bepaald vlammend. Later van Jensen via Kleiber, Dessers, Baaibek zou wel graag willen. En ruimte ook bij Ayoub. Het schot van Ayoub. Nou, Hansen. En dan gaat er af en toe wel eens wat mis in alle overijl. Maar er gebeurt wel wat. Zoals het nu weer. Paasje Ayoub op Baaibek. Baaibek. Oh, door de benen van Hansen. En dan is het 2-1 voor Utrecht. Baaibek prima bediend overigens ook door Ayoub. Ik ben buitenkantje links of zo. En niet voor het eerst dat de stokken van Hans iets te ver geopend stonden. Gürtler. Wegwerken van Heu. Ayoub. Die ziet er ineens, het was een grote schrik. De achterlijn dichterbij dan die had bevroed. Dit is een goede bal en dit is een goal. Baaibek. Met zijn tweede deze wedstrijd. Ja, Franse spitsen in Utrecht. Het is de laatste jaren toch altijd een beproefde, goed lopend recept geweest. Ødegaard. Torsby richting Flap. Een geweldige sliding op de bal in de 16 van Emanuelsson. Vol overtuiging daar, die sliding van Emanuelsson. Goed, Jansen voor de man gekropen, maar vervolgens wel weer terug ingeleverd bij Ødegaard. Reza. En daar achterin Flap, helemaal vrij. Oeh. Ja, die moet er dan dus in. Er ligt nog een speler. Die ligt er al een tijdje. Is dat Labiat? Gisteren dus op de training al geblesseerd uitgevallen. Maar nu alsnog met een nieuwe blessure naar de kant. En zijn vervanger is Van der Streek. Ongemeen populair, Zakaria Labiat. Hopen voor Utrecht dat de blessure van Labiat meevalt. Daar Doenits. Die naschot. Als de 90 minuten zo goed als gespeeld zijn. En de kopkans er ineens is voor Van der Streek. Kijk de vreugde. Natuurlijk de mooie vreugde. Niet gespeelde vreugde. Want na 1 punt uit 3 wedstrijden is dit wel een prettige zege. Waar Heerenveen zijn tweede achtereenvolgende nederlaag dient te slikken.